ik denk dat ik toch maar de, die nieuwe Ferrari van mijn lijstje afhaal. Ja. En dat het een Landcruiser wordt. Dat denk ik ook. Maar ja, dit is een stuk duurder dan de Ferrari natuurlijk, want je hebt niet alleen de Landcruiser nodig, maar ook het terrein. Ja, ja, dan kan je mij gewoon bellen. Ja, dat ga ik dan denk ik maar doen. Hallo jongens en meisjes, dames en heren, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Nou, Jordi is hier, David is hier zoals je kan zien en we gaan vandaag weer een topvlog maken, tenminste dat is wel de intentie. Ja, wat gaan we doen? We zitten zoals je ziet in de Jeep Wrangler en bijna, nou ja, vrijwel elke abonnee heeft al een keertje gevraagd wanneer komt er een video van een Jeep Wrangler als je daar ook daadwerkelijk mee gaat offroaden. Ja, en dat is best moeilijk in Nederland, want we hebben niet zo heel veel offroad, want bijna alles in Nederland is gewoon verhard en nou ja, bergen hebben we ook nog nooit van gehoord. Maar gelukkig heb ik op mijn Instagram een reactie van iemand gehad die een heel mooi terrein tot zijn beschikking heeft. En ja, daar gaan we nu naartoe rijden. Het ligt niet naast de deur, in ieder geval niet bij Rotterdam. Dus we zijn wel even onderweg en je hoort wat gefluit op de achtergrond en zo. Ja, het is een verhoogde Jeep Wrangler, jongens. Het is geen Audi Q7, dus ja, voor de snelweg is die wat minder. Dus laten we maar hopen dat we daar veilig aankomen. En voor de veiligheid hebben we ook Cindy meegenomen, die zit hier voor ons. Die vond het niet veilig genoeg zeg maar, om met ons mee te rijden, dus met eigen auto. Oké, we hebben dus een nieuwe route en we komen dus uit bij een pont, altijd leuk. Maar die vaart net weg. Ja jongens, dat is weer wat anders dan de pont in Montenegro. We hebben zelf ook gewoon hele mooie pontjes hier in Nederland. En ja, het is echt wel ook best wel mooi hier. En het is een hele snelle pont, we zijn zo aan de overkant. Hallo, hi. Over 300 meter. Even links afstand. Ja. Ik ging. Ja, zoals je ziet, een hoop groen om me heen, een hoop water. Het is EVM19 waar we vandaag gaan rijden. En ja, dat is eigenlijk een beetje een geheime locatie. Je kan ook niet zomaar als particulier hier terecht. En ja, ze hebben ons uitgenodigd om hier een rondje te gaan rijden. We hebben de Q7 en de Jeep bij ons. En misschien dat we Cindy straks nog meekrijgen met de Q7, maar dat denk ik niet. We gaan in ieder geval eens even de Jeep uitproberen op de wat moeilijker parcours hier. Nou, we hebben vandaag ook een Dakar-rijder bij ons. Die gaat ons alles vertellen over de baan. Nou, we staan hier met Sijbrand. Sijbrand gaat ons vandaag helpen. Sijbrand heeft al 2 keer de Dakar meegereden als navigator. Ja, hij is ook verantwoordelijk hier voor het hele park, geloof ik. Ja. En hij gaat ons de kneepjes een beetje bijbrengen van het off-road rijden. Want ja, we kunnen wel heel goed rijden op asfalt. Maar dit is wel een hele andere techniek waarschijnlijk. Ja, off-road is echt wezenlijk anders dan asfalt. Het gaat niet om de snelheid, maar het gaat toch een beetje om de snelheid. En die balans moet je gaan vinden. Hmm. Dat is een mooi gezegd in het off-road rijden. Drive as fast as necessary, but as slow as possible. Nee, dat wordt nog wel een dingetje om mij dat aan te gaan leren. Wat dat betekent gaan we zo meteen. Dat fast as necessary, dat snap ik nog wel. Maar dat slow as possible, dat... We gaan het gewoon proberen, kom. Precies, ga lekker rijden. Nou, alles werkt nog. Nu nog wel. We gaan beginnen met het simpele werk. En dat is? We gaan hier gewoon rechtdoor. Door de blubber heen? Door de blubber. En dan gaan we zo een beetje met een grote bocht naar rechts. Is dat je je beide handen goed op het stuur legt en niet je duimen in het wiel. Op het stuur? Ja, het stuur dat gaat naar links en rechts slaan. Ja. Dat wil je eigenlijk ja, dus een beetje laten gebeuren. Als vrij laten. Ja. Okay. We gaan er over. En we langzaam een beetje voelen. IJsplaat heen. Auto. Heel relaxed eigenlijk. Ja. Dat is ook nog het begin. Ja. Top, ik ben er benieuwd. De Elfstedencommissie zal niet blij met ons zijn? Nee, dit niet hoor. Oh, dit was wat dieper dan ik dacht. Precies. Dat is dus de grap van 4-4. Je weet niet hoe diep het is. Nee. Nou. Dan gaan we nog een keertje doen, maar dan wat sneller. Ach, gezellig. Snelheid, dat klinkt goed. Oh, nou, hebben we daar een cameraman staan. Ik denk dat we hem wel aardig vies kunnen krijgen.
Dat weet ik wel zeker. Is dat verantwoord? Of, het is jouw cameraman, dus ja. Ja, nee, maar het gaat meer om of dat wij dat overleven. Nou, wij wel, ja. Oké, okay, prima. Gaat ie. Hij heeft het overleefd. Ja. Hij heeft het overleefd. Hij sprong op tijd weg. Ja. Oh, hier. Ja, kijk, normaal gesproken zou je zeggen, hier is geen weg, maar nee. Er is dus een weg. Ja, nou ja. Een soort of. Een pad. Een pad. Laten we het gewoon een pad noemen. Ik kan alles kraken. En daar weer omhoog neem ik aan. Ja. Dan of helemaal omheen draaien. Ja, en hier moet je dus al gaan insturen. Hier nu al insturen? Ja. Dus een beetje zetten, merk je. Hier heb je dus snelheid een beetje. Exact. Jor! Oh! Hij lekt! Lekt? Dat zie je toch hier ook, hè? Dat was wel meer dan dat ik dacht. We hebben nog niks geraakt. We hebben nog niks geraakt. Lijkt me wel. Ik denk dat het een stukje ijs hier aan het spel te zijn. Doe eens open. Hoop ik. Staan we dan? Ja, de temperatuur is nog goed. Ja, gewoon op hem afsturen denk ik een beetje. Ja, daarna gelijk naar rechts. Voilà. Voilà. Ik vond het wel spannend trouwens, dit stukje. Dit was wel echt heel spannend. Eerst wel roken de radiator en dan ook nog niet naar boven komen, maar... Toch naar boven komen. We hebben het toch gehaald. Goed. Nou. Ging best goed, toch? Ja. Nou, ik ga even mijn jas uitdoen, want... kijk, op de racebaan krijg je natuurlijk warm van heel veel sturen en druk bezig zijn. Maar hier krijg je het warm van al die boompjes die om je heen staan. Ziet er goed uit. Befaamde Choco Mountain opkomen vandaag. Hoe heet die? De Choco Mountain. De Choco Mountain. Ja, nou zetten we er maar eens recht voor. Ja, dit is wel. Goed, hier voor ons is de berg, de Choco Mountain. Choco Mountain. De Choco Mountain. Ja. En die gaan we nu dus proberen te bedwingen. Nou, voorlokkers aan, achterlokkers aan, low gearing, traction control off. Gewoon eens even kijken wat hij doet met lage snelheid. Dus gewoon langzaam rijden, kijken wat hij doet. Drive, vanaf hier zouden we het moeten halen? Ja, nou dat weet ik niet, dat laatste, maar we moeten in ieder geval vanaf hier even proberen. Want het is gewoon glad, dus. Nou, dat gaan we dus duidelijk niet halen. Nee. Dat is een feit. We hebben een beetje snelheid nodig. Hoeveel gas? Genoeg om, dat is dus hè, as fast as necessary. Ja, nou ja, hoe schat je dat in? We gaan het gewoon proberen. Hij viel in het spoor, maar... Echt proberen de snelheid in een rechte lijn erop te houden. Poging 2,5. Ja, 2,5. 2,2. Hij gaat het laten maken. Hoe staat het snel bij? Dit is een niet. Poging 3. Ja, mooi. Nee, ja, wat je niet haalt, haal je niet. En opgeven is wel natuurlijk... Nou,
Het is een zwakte ook een beetje. Als ik nu gewoon eens ook mijn wijsheid zeg maar uitzet en gewoon vol gas tegen. Give it a shot. Ja, oh, bijna. Kijk. Dus soms moet je ook gewoon niet te veel nadenken. Nee, soms moet je gewoon gaan. Here we go again. Here we go, here we go again. Zie je de zweetdruppels op mijn hoofd? En ik heb nog niks gedaan. Ik laat de auto alles doen, maar... Oh. Dat zijn van die zweetdruppels voor mij toen je op me afkwam. Ja, was leuk hè? En nou gaan we rustig naar beneden, dus niet remmen. Nee. Wel in je low gear. En eigenlijk gewoon op zijn één ook, op denk zijn ik maar. Naar beneden laten. Nou, want ik zal je even laten zien hiervoor. Als je dus doorschiet, ja, dan liggen we in het water. Ja. Goed. We remmen helemaal los, want dat vind ik wel heel eng. Nou, hou gewoon je voeten zachtjes bij. Maar in theorie zo min mogelijk remmen. En waar gaan we heen? Links of rechts? Ja, dan sturen we wel even naar de strand. Naar de strand. Het gaat best goed. Het voelt beter dan wat ik had verwacht. Ja. Ik denk, dit gaat glijden, dat gaat gaan alle kanten op. Dat dacht ik eigenlijk al. Ja. Ik ga naar huis, ik ben klaar. Ik heb alles gezien. Ja, we gaan nu wat harder rijden natuurlijk. Wat harder rijden, oké. Okay. Ja, als je wilt mijn echte rally auto. Zo, ik heb zojuist een helm overhandigd gekregen, dus dat voorspelt meestal niet veel goeds. Of misschien juist wel, hè, want we gaan wat spannends doen waarvoor je een helm nodig hebt. Voornamelijk hebben we deze helm ook nodig omdat we met die auto gaan rijden. Dat is een geprepareerde rallyauto en er zit ook een rolbar in. En je wil niet met je hoofd tegen die stalen buizen aan, dus vandaar dat ze een helm erbij gebruiken. En het schijnt dat we iets harder gaan rijden dan dat we net hebben gedaan. Cool. wat is dit? Wat hebben we hier staan? Nou ja, dit is een Toyota Land Cruiser. Verbouwd tot rally raid auto. Een echte rally auto is nog even wat verder verbouwd. Ja. Maar deze is voor een raid. Dat houdt in dat je eigenlijk wel snel kan rijden. In Marokko gaan we er ook mee rijden tijdens de Marokko Desert Challenge. Ja. Maar er zitten 4 stoelen in. In plaats van normaal in een rally auto 2. Hier nemen we dus sponsoren mee, gasten mee, pers mee. Waarmee we eigenlijk de beeldvorming van een rally goed kunnen laten zien. Want je gaat dus echt de track op. Ja. Dus je hebt ook safety gordels, helm, alles erop en eraan. We gaan nou even een klein stukje mee rijden om te laten ervaren wat dat en dan dit, eigenlijk dit gaat wat sneller dan dat wij net hebben gedaan. Ja, toen net was het drive as fast as necessary, slow as possible. Ja. Nou, hier is gewoon drive as fast as necessary en veel plezier. Klinkt goed. Nou, we staan hier bij de rallyauto waar we nu mee gaan rijden. Ik zag een V8 achterop staan, dus hij heeft wel wat vermogen. We gaan even naar het interieur kijken. Ja, zoals jullie zien een volledige rolkooi en ook achterin geen achterbank, maar 2 kuipstoelen. En het dashboard, hier zie je ook de rolkooi loopt hiervoor door. We hebben een soort tripmeter, een rallycomputer. En dan kan je dus waarschijnlijk zien hoe ver je op de stage bent die je moet rijden. Ja, en volledig 6-punt gordels, dus dat wordt spannend. Zo, nou, we zijn ingegeft, jongens. Nou, de bestuurder heeft al gezegd dat hij ons niet verstaat met zijn rallyhelm op. Weinig. Dus als wij gaan gillen, dan, ja, dan gaat hij gewoon door. Merken we wel. Nou. Voelt heel soepel, dit. Hier gingen wij dus net heel langzaam doorheen, maar ja, dit is een hele andere snelheid. Oh jongens. Ja, en dit is best leuk, maar eigenlijk ga ik nu een beetje aan mijn eigen kunnen twijfelen, want ik vond dat ik net heel goed hier doorheen reed. Maar dat leek helemaal nergens op vergeleken met dit. We krijgen een aardige heuvel hier nu. Nou, daar gaan we gewoon overheen, niks aan hand. Oei, 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 oei. Hoppakee. Lift hem maar. Maar dit zou je heel de dag wel kunnen doen. Dit is gewoon zo leuk. Oké, laat.
vol gas hier. Oh, de blubber erin. Oei. Je hoort gewoon ook, dit is geen modder meer, dit is ijs. Nou, staat goed. De volledige drift nu. Yes. Ik zie het gewoon stukken om me heen vliegen. Nou, we gaan nu de strandsectie op, die is wat sneller, heb ik al van tevoren horen gekregen. Dus we gaan zijdelings de strand op. Het is net of dat ik in de Parijs de Car Rally zit. Gewoon langs het water hier, hier op het strand. Nou, we remmen de bocht aan. Het is net of dat je gewoon met een squee-auto de bocht aan hebt. Het valt best mee, hè? Je zou voor straf dit heel de dag moeten doen. Ja. Jezus. Ja, iemand moet het doen. Echt ja, nou, ongelooflijk dit. Maar dit rijdt zo soepel. Ja, mooi hè. Hoe dan? Hoe kan dat? Is dat het onderstel? Ja, of? Ja, niks ten aanzien van een Wrangler Jeep. Top. Maar een Toyota Land Cruiser is gewoon gebouwd om zwaar terrein snel te nemen. Ik denk dat ik ook wat meer met off-road wil gaan doen. Want dit is wel echt ontzettend gaaf. Dit is zo anders als circuit rijden. Ja. En vooral als je in een auto zoals dit rijdt. Nou, dit is dan wat je zegt nog niet eens een volledig uitgevoerde rallyauto. Nee. Maar al zo makkelijk door echt belachelijk terrein kan rijden. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het echt heel mooi. Ja, de volgende stage is Marokko in april. Ja. We hebben nog een paar plekjes over. Nou jongens, jullie hoorden het. Als jullie nou allemaal gewoon even like klikken en abonneren. Dan gaan we misschien gewoon mee naar Marokko. Want je ziet het. Ik word hier heel blij van. Zo, nou, we hebben het er bijna allemaal op zitten. We moeten alleen natuurlijk nog wel terug met deze auto. Dus iedereen zit lekker koffie te drinken binnen. Maar ik ben toch wel benieuwd of dat er nog überhaupt iets van vloeistof in mijn koeler zit. Die zit gewoon helemaal vol, zie je? Ik denk toch dat we gewoon zoveel ijs hebben meegenomen net. En ik zie het zelfs hier binnen allemaal nog liggen. Dat we zoveel ijs aan boord hadden dat tegen een warm deel van de motor aan is gekomen. En dat voor die enorme rookwolken zorgde. En ook voor dat smeltwater. Want deze zit nog helemaal vol. En het ijs ligt gewoon nog helemaal in de auto. Het ligt helemaal vol hier. En het is wel wat dunner geworden, maar het was een goed stukje ijs. Nou, de dag zit er, ik mag bijna wel zeggen, helaas weer op. Zoals je kan zien, de Jeep hebben we goed gebruikt. En deze hebben we ook goed gebruikt. Nou, ik wil in ieder geval even mijn instructeur heel erg bedanken voor deze super dag. Ik loop altijd een beetje te pretenderen dat ik goed kan rijden, maar van hem heb ik geleerd dat ik nog ook wel wat dingetjes bij kan leren. Vooral hier op het offroad. Altijd welkom. Gaan we zeker nog een keertje terugkomen, want dit is echt super. Nou, we waren dus vandaag bij EVM 19 op het eiland van Maurik. Heb je nou iets van een bedrijfsevenement, dan kan je ook bij deze mensen terecht. Altijd mooi. Ik zeg het is een aanrader, want ik vind het echt super cool. Wat een heerlijke dag jongens, echt. Ik heb genoten. Van tevoren heb je altijd wel een idee van wat je mee gaat maken op zo'n dag. En je denkt, ja, misschien het terrein is niet zo heel erg groot. Maar met terreinrijden heb je eigenlijk niet zo heel erg veel... Dit moeten jullie zien, wacht even. Ja, ik denk dat ik een nieuwe hobby erbij heb. Want eigenlijk na anderhalf jaar bezit van deze auto is dit pas voor het eerst dat hij in de modder werd uitgelaten. En jongens, wat is dat gaaf. En wat een goede auto is dit. Die Land Cruiser was een hele goede auto, maar dit is ook wel gewoon echt een pareltje. En hij is nog niet af, we gaan nog lekker verder aan sleutelen. Maar voor een eerste ritje met het nieuwe onderstel, top. Ja, en het einde van deze dag brengt ons ook helaas weer bij het einde van deze vlog. Nou ja, jullie weten het hè. Jongens, alsjeblieft doe lekker de thumbs up. Eén klikje erop en je maakt mij daar heel blij mee. En dan kan ik gewoon lekker veel video's voor jullie blijven maken. En misschien moeten we volgend jaar eens ook wat giveaways gaan doen. Dus dat gewoon jullie thuis mee kunnen rijden als ik bijvoorbeeld zo'n offroad ding ga doen. Misschien is dat wel leuk. Ja, dus einde van deze vlog. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En natuurlijk ook bedankt voor de thumbs up. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet het ook zeker niet te doen. En tot de volgende keer. Hoi.